and the ninjas. Hallo allemaal, mijn naam is Kastje en welkom terug bij een nieuwe commentary van mij. Vandaag gaan we eens Black Ops spelen. Ah ja, een Black Ops gameplay in de achtergrond. Het is een sharpshooter. Een van de weinig gespeelde game modes eigenlijk in Black Ops. Ik heb eigenlijk in het seizoen van Black Ops eigenlijk nooit of amper gespeeld. Maar nu, als ik het eens terugspeel, vind ik het toch wel eigenlijk de beste game mode die er is in Black Ops. Dus het is gewoon geweldig, want het is eigenlijk specialist bonus of specialist strike package die je eigenlijk hebt. Ja, in Black Ops, dat maakt het eigenlijk een beetje speciaal. Maar vandaag gaan we niet over de gameplay hebben, maar over Black Ops 2 Care Package, oftewel Prestige Edition en de Black Ops 2 Hardened Edition. Want Treyarch heeft het gisteren geleaked of geconfirmed of gereleased, of hoe je het ook mag zeggen. En je kan het dus ook sinds gisteren in de game in je pre-order. Ah wel, Matthias, mijn neef, ging het dus vandaag pre-order, ging ik speciaal nog voor openingstijd in de game in je pre-order, want ik dacht, ja, sinds vandaag kun je het pre-order, dus hij zal waarschijnlijk de eerste zijn en morgen is het al uitverkocht. Maar nee, hij had de laatste Prestige Edition nog kunnen kopen, want de pre-orders lopen al van gisteren, dus je moet denken, gisteravond begonnen de pre-order. Dan waarschijnlijk voor Hardened Edition en Prestige Edition. Vandaag zijn ze al uitverkocht. Dus hij had nog eventjes geluk. Ik wou wachten, want ik heb natuurlijk de pre-order gewonnen. Maar het is gewoon van Black Ops 2 zelf. Dus ik zit eigenlijk met een probleem. Ik zou eigenlijk graag de Hardened Edition willen kopen. Want die kost maar 80 euro, dus 15 euro duurder dan het gewone spel. En dan krijg je ook nog alle DLC's erbij, want je krijgt codes daarvoor. En dan heb je nog eens de Steelbook en zo'n geweldige, coole doos. Dat lijkt me echt gaaf. Natuurlijk zou ik ook nog de Prestige Edition willen. Prestige Package, Prestige Edition. Want dat komt in gewoon een Care Package. En dan krijg je ook nog een Quadrotor in. Voor de mensen die niet weten wat een Quadrotor is, dat is die killstreak die je kan hebben in Black Ops 2. Die RC helikopter ding, futuristisch helikopter ding, dat je dan bij krijgt. Het is wel 180 euro, maar ik denk dat het wel de prijs waard is. Maar ja, ik zit natuurlijk nu vast met die pre-orders. Ik weet niet wat ik ga doen. De Prestige Edition kan ik waarschijnlijk niet meer hebben. De Game Mania is dus uitverkocht. Maar er is dus een kans dat, dat de Prestige Edition en de Hardened Edition in de Mediamarkt gaan zijn. Want vorig jaar heeft Matthias, mijn neef, het nog kunnen halen in de Mediamarkt. Hardened Edition en de Game Mania en zo was uitverkocht. En nu liggen die Hardened Editions van MW3 nu nog. Dus ik denk dat wel de Prestige Edition en de Hardened Edition in de Mediamarkt zullen zijn. Maar ja, nu kom ik nog eens terug. Ik zit vast met die pre-orders. Ik weet niet wat ik ga doen. Ofwel zal ik het nog verkopen. Nu aan wie? En waarschijnlijk gaat het ook niet 65 euro zijn, maar ik wil de andere ook dan voordeel geven. Dus misschien gaat hij weg voor 30 euro of 40 euro. Ja, laat me iets weten. Moest je een beetje geïnteresseerd zijn. Maar ik moet toch zelf weten wanneer ik die pre-order aankreeg. Ja. Dus meer informatie volgt nog. Maar nu ga ik nog eventjes uitleggen wat de Prestige Edition en de Hard Edition eigenlijk allemaal inclusief heeft. Want zoals je aan de thumbnail kon zien, stond er het bordje van Nuketown met Welcome to Nuketown Zombies. Wel, jullie weten, als je de Black Ops 2 hebt geprioriteerd, krijg je Nuketown 2025 of Nuketown 2025 of Nuketown 2025 erbij. Dus de Nuketown map exclusief voor de Hard Edition en de pre-orders. En na de nuke, dus waarschijnlijk zal alles verwoest zijn en zo. Maar nu bij de Prestige Edition en de Hardened Edition, hoe vaak moet ik dat woord nog zeggen? Krijg je ook nog eens de Zombies map van Nuketown, waar je gewoon zombies mee kan spelen. En ik denk dat dat gewoon super awesome, deluxe, vet is. Nu moet ik denken, Nuketown, langs links heb je zo een barricade waar je niet door kan. En volgens mij, bij de zombies gaat dat gewoon open waar je alles door kan. Enzovoort. Dus dat gaat gewoon awesome zijn. Maar niet, dan krijg je ook nog bij de Care Package of de Prestige Edition, krijg je ook nog dus de Quadrotor, de Steelbook, de coins met de codes erop. Krijg je gewoon muntjes met, ijzeren muntjes met de codes erop. Wat krijg je dan nog? Natuurlijk een artbook. Met al de schetsen erin, een beetje, een dagboek van Black Ops 2 zelf. Dit is allemaal super vet. Het is wel gewoon voor de liefhebbers van Call of Duty, de diehard fans, die het eigenlijk zullen kopen. Maar ja, ik hoop dat je wat meer bent te weten gekomen van de Prestige Edition, Hardened Edition. Oh my god, iemand moet gewoon in de comments zetten hoe vaak ik die twee woorden wel niet heb gezegd in deze commentary. Ik hoop dat het niet al te storend is als ik steeds dezelfde woorden gebruik, maar ja.
Dan ga ik nog eens terugkomen van mijn pre-order. Dus ik ga nog eens nachecken bij mijn e-mails wanneer ik het precies zal krijgen. Als ik het een week later krijg, voert, ik ga gewoon dan de Harnet Edition halen. En eventueel geef ik gewoon de week erop die pre-order weg of zo. Verkoop ik het voor 15 euro. Ik weet niet. Shit, ik heb een sms. Stamme gsm die mijn commentary verstoort. Maar dit was het dan. Ik weet het. De gameplay in de achtergrond is niet al te geweldig. Maar ja. Ik zit nu een beetje met de Battlefield 3 gekte. Dat speel ik iets meer. En ik heb dus echt geen tijd om een gameplay te halen. Maar ik denk dat het wel een klein beetje een leuke gameplay was. Dus mensen, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Laat zeker een like achter en een comment. En ik zie jullie volgende keer. Dus ciao.